Het directoraat Visserij van het ministerie van LVV heeft donderdag vissilage gepresenteerd als meststof voor de landbouwsector. Middels een presentatie informeerde Food and Agriculture Organization consultant Jenna Wijngaarde de belanghebbenden over de voordelen van vissilage voor Suriname. Vissilage is een vloeibare organische meststof die zeer geschikt is voor de landbouwsector. Vissilage wordt geproduceerd uit visafval en bijvangsten. In Suriname komt naar schatting jaarlijks 10.000 ton visafval vrij. Verder wordt ongeveer 15.000 ton vis gevangen als ongewenste bijvangst. Volgens de directeur van Visserij, Parwin Amrit Persat, is door de productie van vissilage een goede samenwerking op gang gekomen tussen de landbouw en de visserij.